Oh, dit is de bult omhoog. Ik moet even goed duwen. Zo. Ik ben blij dat jij niet in het echt in die... Nee, laat maar. Oh, okay. Oh, waarom zeg maar zo'n kaartje te krijgen? Moet je dan dat muntje in die kaartje doen of in je kin? Oké, dit is dus zo'n moment waarop ik gewoon wilde dat ik mijn grap terug kon nemen. Omdat ik gewoon 5 keer harder geklaard ben gewoon. We gaan er meteen uit, mensen. We gaan naar Shifty Shafts toe. Wow, Shifty Shafts is het beste wat er is, man. Ja, vind jij dat het allerbeste plekje? Want dat hoor ik niet heel vaak, eerlijk gezegd. Ja, wow, je hebt alles daar. Je hebt wapens. Ja, dat ben je in elke stadje wel natuurlijk. Maar wel goede loot altijd. En ook gelijk veel bomen om je heen, zodat je goed kan looten en zo. Of resources kan pakken, bedoel ik. Oké, ik volg jou. Heb ik meteen goede muziek zo te horen? Ja, heel vaak begin ik een beetje hier zo onder, man. Oh, ik ben toch niet jou gevolgd. Ik zag een kistje en ik was meteen verliefd. Oh shit, ja, ik zie een shot hier. Ik ben ook verliefd. Oh, en een groene AR. Oh, lekker man. Ik heb ook een groene AR. En ik zie een tegenstander en ik heb minis. Oh, ja, ik ben aan het schieten, man. Hij is bijna knock, nog één schot. Hij is naar beneden gesprongen. Oh shit, ik bouw verkeerd. Shit. Gaan we achtervolgen? Heeft hij denk ik een trucje daar? Nee, laten we achtervolgen, man. Ik weet alleen niet waar hij is. Oh, ja, hij is daar, maar hij heeft gebouwd. Oké, ik heb hier een shotgun. Oh, ze lopen hier onder mij volgens mij. Dat is gooien granaten. Volgens mij lopen ze ergens onders. Zullen we met z'n tweeën hier naar beneden gaan dan? Ja, toch wel, ik kom eraan. Dat is cool, wacht. Ik heb 2 mini-shields. Oké, cool. Neem hem in. Ik heb ze ook al ingenomen. Aight, ik loop met je mee, man. Ze zijn hier ergens beneden. Let's go. Let's get it. Met z'n tweeën staan we sterk, jongen. Nu pakken we ze keihard. Man. Sowieso. 2 vingers in de lucht. Kom op. Oh. Zijn ze dan in andere battles? Oh, iemand naast ons of zo? Oh shit, oké, gaan we naar binnen, gaan we naar binnen. Holy shit, bro. Dat zijn andere mensen, laten we maar lekker uitvechten daar. Ja, man. Rustig. Moet je wel een kip. Oh, wacht. Nee! Hey. Wow, nee, kom niet gek. Ja, lekker. Ja, die is neer. Lekker. Vieze gladjakker. Oké, er zijn nog meerdere mensen. Oh, ik heb een grote pot. Oké, er is iemand boven. Ja, maar wacht, laat hem hier naar beneden komen, dan zit ik met z'n rug. Oh, ik heb ze echt flink hit. Ja, ze gaan naar beneden komen zo. Dan schiet ik ze, man. Ik hou het hier in de gaten, voor de andere kant. Ja, ik hoor ze hierboven, man. Kom, laten wij hier naar buiten gaan. Oh, ik heb geen hout meer. Ja, ik heb eentje nog. Ik heb niks meer om te bouwen. Oh, kom, we gaan allebei op af, man. Ze kunnen ons niet tegelijk afschieten, man. Nee, daarom. Stop. Oh, ik heb er 1 keer gehit. Hier, we gaan via hier naar boven. Dat is hun eigen brug. Kom, let's go. Oh, hier is die ene. Waar is ze? Ik weet niet waar die een is, man. Maar hij geeft ook instructies, hè? Ja, hij zegt van, ja, zijn daar. Heel even hout hakken, kan gewoon. Oh, daarboven. Oh, ze is daarboven. Ja, lekker, man. Lekker, man. Slapen.nl. Oh, dit. Wat zei je? Slapen.nl. die staat niet meer op, man. Zo, lekker hoor. Hier hebben we deze ook meteen. Oeh, was toch eventjes stressen wel hoor. Hoorde ik nou nog wat ontploffen daar? Oh, serieus? Ja, bro, kijk hier. Kom trouwens hier zo, man. Oh, wacht. Ik zie daar even een goed wapen liggen. Momentje. Ik wil deze wel graag even meenemen. Oh. Doe ik nou? En deze. Oh, die pallets. Die geven zoveel hout, hè. Hé, hey, en een vending machine. Oh, een blauwe shotty. Die doen altijd weer tegen naar een battle, hè? Oeh, blauwe shotty is lekker, hoor. Welkom bij de wereld van paddo's. Paddo's? Ja, man. Hier heb je heel veel paddo's liggen, man.
Serieus, wat voor paddo's? Goede paddo's? Ja. Oh, maar, die geval... paddo's met die shieldjes. Ja, man. Oh, lekker. Oh ja, ik zie er hier ook een. Hoppa. Ja, neem jij ze maar, want ik heb op zich wel... Ja, liggen er hier nog meer? Oh ja, hier nog één. Oeh, heerlijk die paddo's. Ik vind ze lekker. Even kijken of ze hier in de buurt nog wat meer hebben. Sowieso wat hout meenemen. Daar ben ik niet vies van. Hé, maar dit is goed begin hoor. We hebben 3 kills samen. Heerlijk. Vanaf hier pakken we het gewoon op naar die nummer 1 Victory Real. Moet ook wel met die 100 euro 4 bucks. Ze mogen ons wel even wat geluk geven. Moet wel, man. Maar ik vraag me af, zijn ze al in dat huis geweest of hebben ze al snel gebattled? Nee, zijn al geweest. Ja, ze zijn sowieso komen ze van dat huis af al. Oh, nog meer paddeltjes hier. Oeh, lekker man. Neem jij ze in of? Ja, ik Maar ben je niet vies van, hè? Echte paddels, dat lijkt me echt super eng, man. Ja, lijkt mij ook helemaal niks. Ik heb dat echt nog nooit aangeraakt. Ik ook niet, man. Nee, lijkt me ook echt helemaal niks, echte paddo's. Buh. Het blijkt ook dat er kikkers zijn waar je aan de rug kan likken en zo. Dat is helemaal gek, man. Ja, klopt. Ik heb zo'n kikker in mijn handen gehad. Zo. Maar ik had nog niet bepaald van die ga ik even lekker likken of zo. Ik zweer het je, die was echt fucking ranzig, ouwe. Maar ook echt heel erg ranzig. Maar heb jij een kikker in je hand vastgehouden? Bro, die... oh, wacht, heb ik die... Ja, ik heb die kikker in mijn hand vastgehouden. Ja, ik moest handschoenen aan, hè. Van die, van die latex handschoentjes, zeg maar, die moest ik aan. En ik zweer het, joh, die kikker was gewoon een paar kilo, hè. Zo, ja, ik zou dat niet eens met... Dat doen met handschoenen aan, man. Dat was wel echt super gaaf, hoor. Zo bijzonder. Ja, volgens mij heet het geen kikker, maar een pad. Oh ja, een pad. Want een kikker, ja, als je dat gaat likken, dan gebeurt helemaal niks. Gewoon super ranzig. Dus en voor de kijkers thuis, je moet geen kikker oppakken of ook geen pad en zomaar gaan likken of zo, hoor. Want sommige van die, wat is het meervoud van een pad? Paden? Maar ik weet het ook niet, padjes. Padje peeën? Ik heb geen idee, man. Nee, nou, maar klopt. In ieder geval, die moet je niet zomaar oppakken en gaan likken. Dus die kunnen giftig zijn, heel giftig. Met ernstige gevolgen. Plus als die niet giftig is, ziet hij er nog steeds raar uit als je een kikker likt. Ja, dus ik zou dat zeker niet doen. Staat niet goed op je Tinder profiel. 18 jaar likkikkers. Oh, wat heb jij? Oh, lekker papa. Ja man, papa. Ik heb een tijd gaat het erin zitten. Hè? Ja, lekker hoor. Ik heb een heavy shotgun en een medkitje. Lekker man. Ja, waar gaan we nu heen? Hè? Gewoon richting de cirkel, denk ik maar. En dan hopen dat we mensen tegenkomen, man. Ik heb zin om wat te schieten. Ja, man, let's go, man. Let's get it. Ik bedoel, die 999 hout heb ik binnen, hoor. Dat is wel lekker. Je hebt wel veel hout binnen, hoor, man. Ja, zeker. Ik bedoel, we moeten wel mensen gaan killen, want ik ben een boef. Dus op zich hoef ik helemaal niet te looten. Ik zeg, moet gewoon vijanden tegenkomen en dan klaar. A few moments later. Wow! Ik vlog even over de kop, man! Oh mijn god, je hebt gewoon een winkelkar meegenomen. Ja, man. Ah, lekker, man. Oh, er komen andere mensen aan in winkelkarren. Oh, nee. Oh mijn god. Wow, ze is helemaal gehit, man. Bro, geniaal. Ik heb ze keihard gehit. Echt keihard. Maar ook echt keihard. Gewoon zo van, echt keihard. Wil je mee naartoe werken? Ja, man, sowieso. Oh, zijkant ook! Ja, zijkant ook, bro! Heb ik niks mee te maken. Ja, ik wou voor ons af van de zijkant, man. Ja, die is nog. Pas op, bro. Waar is die andere? Oh, die staat boven. Ja, lekker, man. Lekker, man, bro. Ja, dit bedoel ik, een boef! Die pakt ze gewoon en die gaat nu gewoon looten. Hij heeft mini-shields, hij heeft een hoe heet dat? Een chuk-chuk, alles, man. Lekker, hoor. Zo, maar is hout nou gewoon op, joh? Nou, dat meen je niet. Echt waar? Oh, dankjewel, hè, voor de loot. Lekker, hoor. Ik denk dat ik die chuk-chuk even ga innemen, als je het goed vindt. Hey, ze hebben... Zo, later. Ik heb precies mini-shields, man. Oeh! Ja, als ik die chuk-chuk inneem, dan neem ik die mini's wel mee. Helemaal prima. Oh, dit is lekker, man! Dit hadden we echt even nodig, hoor, voor die endgame. Ja, man. Lekker, man, broski. Oh, hij kwam gewoon fucking droog samen met ons in zo'n winkelkar. Dat was echt heel raar. Ja, man. Pardon. Ja, jij hebt net optreden gehad, dus je hebt het nog helemaal in je hoofd, denk ik. Ja, man. Dat is gewoon standaard nummer die je doet. Ja, man.
meestal in het begin gewoon voor de help. En dan kap hem af en zeggen, ja, deze gaan we voor later bewaren. Maar vandaag was het zo lit. We zijn geopend met dat nummer en geëindigd met dat nummer. En vanaf het begin tot het einde ging het echt helemaal los, man. Ja, lekker hoor. Lijkt me zo'n kick, jongen, als je op het podium staat en dan iedereen gaat los. Ja, je moet een keertje meegaan met optreden, man. Ja, lijkt me lachen, man. Lijkt me serieus leuk. Ja, man. Beetje behind the scenes, kijken hoe het allemaal gaat en zo. Ja, man. Ja, tenzij ik niet behind the scenes mag filmen omdat het geheim is. Ik bedoel, nee. Kom met me mee, bro. We gaan in stijl. Ja, lekker, man. Kijk, we zetten die snelheid, hè. Oh. Lekker, man. Hey, maak even een selfie van ons, man. Dit is goed voor onze Insta. Oh, nee, ja, dat is een goeie, man. Hey, we gaan gewoon dit pad blijven volgen, man. Geen probleem. Kijk dan gewoon een boef met een kluis op zijn rug. En gewoon zo'n basketball gangster met een tankfles. Wat doe je met die tankfles eigenlijk? Wat is dat voor combinatie? Dat als jij wil dunken, dat je gewoon omhoog sjoeft of zo? Ja, zoiets. Voor die extreme dunks. Ja, man. Kom op, beetje. Hij past er wel goed bij, qua kleur. Ja, dat wel, zeker. Ja, bro, ik ben op fashion, man. Ik ben op fashion. Hé, hey, we gaan al meteen goed naar die cirkel toe, hoor. Ik zou eigenlijk wel een keertje van zo'n waterval af willen vallen, man. Hoezo vanaf? Heb je een zelfmoordwens of zo? Nee, niet per se, maar is wel leuk. Niet per se. Vanwaar de twijfels, bro. Oh, dit is de bult omhoog. Ik moet even goed duwen. Zo. Ik ben blij dat jij niet in het echt in die... Nee, laat maar. Ah, oké. Waarom zeg maar zo'n karretje te krijgen? Moet je dan dat muntje in die karretje doen of in je kin? Oké, dit is dus zo'n moment waarop ik gewoon wilde dat ik mijn grap terug kon nemen. Omdat ik gewoon 5 keer harder geklaard ben gewoon. Oh, oh, oh. Shit. Oh, hey, moeten we oppassen, man. Oh, mensen daar voor ons, zie je dat? Ja, bro, stop met rijden. Oh, ga eruit. Bro, ga eruit dan. Ja, hoe rijdt eruit, bro? Oh, shit. Ja, ik heb eentje nog, man, bro. Oh, die andere... Wat is dat voor vriend? Die vriend rent gewoon weg. Bro, hoor die winkelkar. Die winkelkar is helemaal aan het trippen. Die vriend rent gewoon weg. Wat is dat voor vriend? Zie je dat? Ja, die er is helemaal in. Nee. Oh, sniper. Ah, nog eentje. Oh, lekker, man. Oh, heb jij AR-kogels? Want ik, bro, heb... Ik word helemaal gek van die car, man. Ja. Ik ook, man, bro. Kom, laat... Hij blijft zo door, man. Ja, laten we weggaan, man. Fuck die shit. Er leeft nog iemand hier, hè. Kom, maak je geen zorgen over die fucking winkelkar, vriend. Zo, dat hoor je ook van afstand, jongen. Zo, ik moest hem wegslaan, man. Hoofd. Hier, jongen. Bam, jongen. Lekker, pik. Ik heb gewoon even... Noem je mij nou pik? Ik zeg, ja, lekker, man, pik. Hoezo noem je mij pik? Ja, pikkie toch. Noemt jij jou toch ook geen kut, of wel? Ja, ja. Oh, nee. Bro, kom mij helpen. Oh, oh. Nee, ik hoor mensen! Waar? Hoppa! Bro, ben je bij mij? Hij komt bij je binnen! Bro, kom je in mijn fucking fort, man! Oi. Oh, hij heeft jou gewoon geklaard. Zo! Oi, ik kan helaas niks meer voor je betekenen, man, bro. Shit. Geen probleem, man, bro. Ik had wel iemand super mooi knocked. Ik laat hun het lekker uitvechten. Ik doe straks wel weer mee. Shit, man. Oi. Oh, dat was echt gemeen, hè? Gaat hij een beetje op mij, terwijl er ook andere mensen zijn. Deze boef gaat er heel even vandoor. Neem heel even het boevenpad. Oftewel het hazenpad. Shit, man. Dat was wel even eng in één keer, man. Ja, man. Oh, voor 400 steen. Ik heb precies 400 steen. Let's go, baby. Launchpad erbij. Weet je wat ik ga doen? Je weet maar nooit, bro. Je weet maar nooit. Eigenlijk moet ik nog wel iets van een wapentje daar leggen, man. Nee, ik kan geen wapen weggooien, man. Ik heb alles nodig. Oh, poort ervoor het gebouw, bro. Oh, hij gaat net weg. Ik weet sowieso dat daar moet ik ook weer heen, man. Shit. Hun gaan dan nu al weg, zo te zien. Daar moet ik sowieso heen. Daar zijn die mensen die jou hebben gekild. Oh. Zie je, hun gaan nu al naar beneden. Zo, één is gevallen. Is toch damage eraf gaan? Ja, serieus? Wow, dit kan jij, man. Oh! Hoe weinig scheelde dat, man?
Dat scheelde niks, man. Zo. Oh, bro, jij hebt hem! Oh, die... de Enzo, de sniper killer, man. Hou op, man. Die was lekker, hè? Poh. Ja, man. Pas op, hè, want die man gaat zo meteen komen. Ja, ik zou hem nu al zetten, man, die launch. Ik ga over hun allebei heen, man. Ik ga over hun allebei heen. Ik laat hun het wel uitvechten, man. Lekker, bro, hoor. De... ik ben wel een beetje de Jean-Claude Van Damme van Fortnite. Zo. Kijk, hun moeten tegen elkaar gaan, snap je? Ik heb hem uit de lucht geschoten, niks aan de hand, papa! Dat heb jij zo, man. Pas op, bro, je leven is heel laag. Godverdamme! En gaat hij nog zo'n blije dansje doen? Wat een smeertje! Shit, man! Ah, jongen. Ah, ja, je kan niet altijd de winst pakken, man. Zo, hey, beter core memory. Oh, beter pas je op, het is core memory. QC komt in de club en pakt je bitch, dus die is nu history. Oh, de history, memory, maar we draaien geen kaarten om, hey. Je weet wat ik doe. Ja, bro, ik ben gewoon geïrriteerd. Ik wil niet eens meer rappen, man. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik vond het keihard alsnog. Holy shit, man. Het was gewoon fucked up dit einde. Maar goed, alsnog, het was gezellig, man, QC. Ja, zeker, man. Dat zeker, man, bro. Was gezellig. Bedankt allemaal voor het kijken. Check jullie morgen bij een nieuwe video. Ja! Ja, man, papa! Ja!